Goedenavond allemaal. Welkom weer bij nummer 7 van deze Afterwork Creativity. Waar we een toekomst gaan tekenen met de Albrecht Dürer aquarelpotloden. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Nikki Salia. Ik doe deze livestreams. En normaal gesproken ook bij onze verkooppunten geef ik workshops. Maar nu gaat het ietsjes lastiger natuurlijk, dus vandaar dat wij deze livestreams hebben opgezet. Hou er rekening mee. Het is een livestream. Dus er zit een klein beetje vertraging in. Bij de ene kant iets sneller binnenkomen dan bij de ander. Daarnaast zal ik ook zoveel mogelijk jullie vragen, als jullie die hebben, beantwoorden. En mocht ik daar toch overheen lezen, want er komen soms best wel wat reacties, dan probeer ik dat in de loop van de week, volgende week, op te pakken. Even kijken. Goedenavond Anita, leuk dat je er weer bent. Je bent er altijd bij, super tof. José ook. Trisha, leuk om jullie allemaal zo weer bij deze livestream te zien. Zo, en Lisbeth, wat leuk. Net klaar met je toekan, echt super fijn dit te doen. Ik heb een nieuwe liefde gevonden. Nu even sparen voor de grote set. Nou, super leuk, daar doen we het voor. Dus heel tof om jullie reacties te horen. Hey Anita! Dikke kus. proost ook, Remco en Lian, als jullie meekijken. Vandaag gaan we dus aan de slag met deze mooie toekan. Tadaa, daar is hij. Dit kan je ook downloaden in een werkboekje. De link die staat er ook overal in onze beschrijving erbij. Ik heb hem heel lichtjes gemaakt. En misschien als je hem ziet, als je hem uitprint, ik zal hem even op mijn werkblad laten zien, zie je ook, je ziet bijna niks staan. Dat heb ik eigenlijk expres gedaan. Waarom? Als je met aquarelpotloden hier overheen gaat zo meteen, dan heb je niet die donkere lijnen die er doorheen komen. En het is ook goed om eventjes je vormen te oefenen. Dus we houden het gewoon heel licht, zodat je die lijnen straks niet ziet. En ook als je op een ander papiertje bijvoorbeeld deze toekomst zo uit de losse pols wil tekenen, dan heb je hem al geoefend door deze vormen even over te trekken. Monique, dankjewel voor het delen ook. Leuk. Even kijken. Mama Ronald zit er ook weer. Dikke kus. Ik zal eerst laten zien welke potloden we gebruiken. Staat ook in het werkboekje, maar ik laat alsnog even zien. Voor deze toekan gebruiken wij de volgende potloden. Dat is nummer 107. Dat is de mooie geel. Nummer 110. 115. 125. Het is net bingo. 126. Nummer 151. 157. 163. 171. En nummer 199. Dat zijn alle kleuren die wij voor deze toekan gaan gebruiken. Het is lekker kleurrijk. Lekker vrolijk voor het mooie weer wat er hopelijk snel weer aan gaat komen. Daarnaast gebruik ik ook het waterpenseel. Deze is heel handig voor de mensen die het nog niet kennen. Deze draai je open, vul je met water, draai je weer dicht. Niet te strak dicht draaien, als die gewoon dicht zit, zit die goed. Wel een goede tip, als je hier klaar mee bent, ververs dan ook even of gooi het water even eruit. Deze heb ik al een tijdje erin zitten en dan gaat het dan een beetje ruiken. Dus hou je water altijd vers. Daarnaast gebruiken we ook het radeermes. Dat is deze. En daar gaan we later leuk pigment afschrapen voor de achtergrond. Ik heb alweer een druppeltje gemorst, zie ik. Ja, maakt niet uit. We gaan beginnen. En daarvoor gebruiken we potlood nummer 125. En de kleurcodes kan je altijd achterop vinden. Dat is een beetje een mooi glimmertje. Zo, zie je ook nummer 125. Dus dan weet je dat je het goede nummer bij de hand hebt. Mocht je deze potloden nou niet hebben, raad ik aan, test een keertje uit. We beginnen met dit potlood. En wat we gaan doen, is we gaan eerst de snavel. Die vorm gaan we eventjes pakken.
En ik vind het leuk om met de aquarelpotlood zo ook de lijnen eigenlijk neer te zetten. Want als je er met water overheen gaat, dan verdwijnt het weer een beetje. Als je nou niet wil dat je een roze tint aan de buitenkant hebt van je lijnen, pak dan een ander kleurtje. Of wat lichter, geel. Ik ga gelijk alles overtrekken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Wat we doen is, we doen deze. Maken we even vol. Dat is de snavel. Dat is de eerste vorm. Dan tekenen we het randje hier zo in. Het is nu eigenlijk een beetje overtrekken. Maar het is een hele goede oefening om die vormen zo even onder de knie te krijgen. Dan dus deze rand waarmee we de snavel dus zo verdelen. Zo hebben we mooi de bovenkant en de onderkant van de toucan. Daarna gaan we het silhouet maken van het lichaam van de toucan. Hier zie je ook een kleine, beetje domsveertje zo omhoog getekend. En dan zo de buitenkant. En je hoeft helemaal niet hard te drukken. Hou je lijn een beetje licht. Mag wel. Want met deze aquarelpotloden, wat ik de vorige keer ook liet zien, of bij de introductie, hoe harder je drukt, des te meer pigment er ook loskomt. Waardoor je kleuren gelijk al heel intens zijn. Dus hou het een beetje licht. Ondertussen een beetje in de chat te kijken. Goedenavond allemaal. Dan gaan we de vorm hieronder. Dan gaan we aansluiten. En ook aan de andere kant. Dan gaan we de binnenkant tekenen. We trekken gewoon eigenlijk al die lijnen gewoon heel rustig over. Zodat je zelf ook die vormen al een keer gedaan hebt. Dus de volgende keer als je het op een ander blaadje doet waar dit niet op geprint is, dan heb je al wat meer zelfvertrouwen daarin om dat zo neer te zetten. Doen we het oog en de pupil daarin. En weer de strepen zo. Daaronder. En zo hebben wij onze toucan omlijnd. Je ziet al, hij springt alweer goed eruit. Dan gaan we het volgende potlood erbij pakken. Dat is de nummer 126. Mocht ik nou toch te snel gaan, dit is ook een stap voor stap plan in het werkboek. Dus pak die erbij. Of download hem, dan kan je het zelf nog rustig thuis op je eigen tempo nalopen. We gaan de voorkant van de snavel gaan we inkleuren. Nu al mooi. Ja, Fenna. Nou ja, ik hoef niks meer te doen. Dit was het voor de avond. Nee. We pakken wat ik zei, nummer 126. En we doen de punt van de snavel inkleuren. Even scherp stellen. Zo. En ik maak niet echt strakke lijnen. Daarom hou ik mijn potlood ook niet recht omhoog. Maar ik kleur hem echt wat meer in. Dus ik hou mijn potlood wat horizontaler. Dat is echt wat meer als je dat vlak in wil kleuren. En ik hou hem eerst nog een klein beetje licht. Niet al te veel drukken. Kijk, dit is als ik echt heel hard zou drukken. Maar gewoon een lichte hand. Nou, dat is wel genoeg pigment voor nu. Pakken we de nummer 107. Dat is de gele. Je ziet ook de cadmium yellow. Cadmium geel. En wat we gaan doen is, we gaan hier een klein beetje geel toevoegen. Gewoon dat het wat mooi in elkaar over kan lopen. Ik ga ook een klein beetje over die kleur heen. En dan doen we hier ook nog wat geel. Het is natuurlijk wel een veel lichtere kleur, maar het springt er nog wel goed uit op beeld. Hier houden we hem heel lichtjes. Zorg dat je het niet met elkaar in aanraking komt.
Er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop je deze toe kan in zou kunnen kleuren met deze potloden. En experimenteer daar zelf ook lekker mee. Dan pakken we de oranje kleur, de nummer 115. En wat we gaan doen is we doen een klein boogje zo omhoog maken. En die gaat hier weer ongeveer naar beneden. En hier doen we iets meer pigment. Deze kleuren trekken we straks allemaal die kant op. Zo, dit is wel goed. Dan pak ik nog een keer de geel, want we waren nog niet klaar. Hier zit nog een gedeelte. Dat we geel gaan maken. En dan doen we een klein beetje met nummer 171. Dat is deze. Doe ook een klein beetje groen hier overheen. Dat de kleuren straks, als het met water eroverheen gaan, een beetje in elkaar overlopen. Dat geeft al een mooie tint. En ik ga toch deze oranje, ga ik toch ietsjes meer naar rechts trekken. Anders hebben we wel heel veel ruimte ertussen. Voeg nog een klein beetje erbij. Niet helemaal dat het elkaar aanraakt. Maar wel een beetje opvult. Dank u, Dianne. Leuk dat u ook meekijkt. Dan pakken we de nummer 125. Tadaa. En dan gaan we de onderkant van de snavel gaan we daarin zetten. Dat is weer leuk, even lekker ontspannen tekenen zo op de donderdagavond. En ik teken hem niet helemaal vol, want er komt straks die blauwe kleur, die komt straks hiernaast. En die kleur brengen we aan met nummer 110. Deze. Hier kan ik een klein beetje eroverheen gaan, dan mengt dat straks weer heel mooi samen. Als we het straks met water gaan activeren. Dan pakken we weer de 107 erbij. Gaan we ook weer een klein beetje daaroverheen. En die vullen we wel voor de rest gewoon helemaal op. En je kan altijd heel licht beginnen. Je kan het altijd nog donkerder maken. Zoals wat ik nu ga doen met nog een beetje blauw. Ik ga er nog ietsjes verder overheen. En nu komt het leuke gedeelte. Dan pakken we ons waterpenseel erbij. En dan gaan we deze pigmenten even activeren. En dit is zojuist ook heel erg leuk met deze potloden. Je brengt het aan. Weet je waar je de kleuren wilt hebben. En je ziet straks ook als we met water eroverheen gaan dat het heel mooi uit gaat vloeien. We beginnen met de bovenste snavel. En wat ik vaak doe, ik begin bij de lichte kleuren. Vooral bij het geel. Want als ik bij het rood zou beginnen en ik trek het deze kant op, dan trek je al die pigmenten, dat rode, trek je helemaal door. Waardoor je je geel niet meer zo fris en fruitig eruit ziet. Dus wat we gaan doen, hou ik even een stukje tissue erbij. Ik heb een stukje keukenrol nu naast me liggen. Dan kan je altijd, stel je voor, je hebt toch iets te veel water gebruikt, kan je dat dan nog even wegdeppen. Ik gebruik hem zelf ook om mijn kwast af en toe even schoon te vegen. Als daar pigment in zitten. Vaak gebruik ik het ook op mijn hand. Dat kan allemaal. Maar we beginnen bij het gele gedeelte. En je ziet ook, ik maak kleine cirkelende bewegingen. En ik trek dat zo naar dat rode toe.
En je ziet ook hoe mooi die tinten geactiveerd worden door het water. En met aquarel is het wel zo. Soms is het wel ietsje sneller werken, helemaal nu. Ik zit nu onder wat lampen. Als je het te langzaam doet, dan zie je vaak nog de streken die je aan hebt gebracht met je penseel. Dus het mag wel eventjes zo vlotter er doorheen. Gaan we naar het oranje gedeelte. Ik begin hier aan de zijkant. En ik maak dus die cirkelende bewegingen, zodat je dat pigment goed activeert. En dat trekken wij dan zo door naar de zijkant. Dan zie je ook, als ik hier nu weer inga met mijn waterpenseel, die blijft steeds water geven, waardoor het steeds lichter wordt ook. Daarom heb ik hier dus ook geen pigment neergezet, want dan kan je dus een overgang maken naar een wat lichtere toon. Ik strijk hem weer even schoon, want je wil niet dat dat oranje gedeelte weer in het gele gedeelte gaat komen. Ik begin weer bij het gele. Ik ga zo langzaam naar wat meer groenige gedeelte toe. Ik heb hier heel weinig groen gebruikt, dus dan kunnen we straks nog een klein beetje eraan toevoegen. En zo hebben we de bovenkant van de snavel al geactiveerd. Dan gaan we door naar de onderkant. We beginnen weer bij het gele gedeelte. En dat trekken we dan langzaam die kant op. Halverwege, als ik hier ergens ben, zal ik mijn kwast wel weer even schoonspoelen. Gewoon om die pure pigmenten weer hier te activeren, dat het echt mooi blauw blijft. Zorg er wel voor dat je de rand hierboven, dat je daar niet echt mee in aankomt. Het is nog een beetje nat, dus het kan zijn dat het eventueel uit zou kunnen vloeien. Zo een klein beetje afstand. Je ziet nu als we bij de blauwe komen, dat mengt heel mooi. Krijg je een hele mooie groene tint. Blijf die cirkelende bewegingen maken. Ik spoel hem hier dus even uit, want ik wil hier dat die blauwe tint toch wel wat meer terug hebben. En hier vermeng je het met nummer 125. Krijg die mooie paarse tint. Ik spoel hem weer, of ik veeg het weer eventjes af. Ik krijg ook de vraag, moet je op deze penseel drukken? Deze blijft eigenlijk steeds water geven. Waardoor je er niet op hoeft te drukken. Je ziet ook als ik het hier even op mijn hand laat zien. Het blijft steeds water geven. Als je dus drukt, dan komt er in één keer wat meer water uit. Dat gaan we gebruiken bij de achtergrond, want daar hebben we veel meer water nodig. Maar voor nu is dit kleine beetje wat eruit komt. Voldoende. Magisch, zegt Dianne. Ja, het is leuk om te zien hè, hoe dat zo in elkaar overvloeit. Vorige keer liet ik ook zien, als iets al nat is en je gaat hier weer met je potlood overheen, dat je van die strepen krijgt die je ook niet zo goed meer wegkrijgt. Daarom laten we dit eventjes drogen en gaan we door naar een ander gedeelte van de toekant. Hiervoor pakken wij weer nummer 107, dus de gele tint. En vaak de eerste lagen die je opzet, zijn ook je onderlagen. Dus je werkt steeds meer lagen eroverheen. Met de 107 gaan wij dit hele gedeelte van de toekant, behalve het oog, gaan wij geel maken. Gewoon weer een lichte tint. Het is ook fijn als je potloden een beetje scherp geslepen zijn. Wat ik ook doe is ik draai af en toe mijn potlood ook een beetje bij. Blijft je punt ook wat scherper. En een toucan, die woont Zuid-Amerika, Midden-Amerika, dat gebied. Ze kunnen gewoon 60 centimeter groot worden.
een beetje onderzoek gedaan. Maar ze hebben echt zulke prachtige kleuren. Zit hier een heel vervelend fruitvliegje. Sorry, fruitvliegje. We hebben heel veel planten. Het is geen fruitvlieg, het is een rouwvliegje. Ja, dan heb je dat soms. Ik gebruik schutpapier. Schut aquarelpapier. En deze heeft een blauwe voorkant. Is ook van de... Je hebt verschillende gradaties ook in papier. Je hebt een beetje hobbymatig prijskategorie. En dan ook kunstenaarscategorie. Beetje hetzelfde als met Faber-Castell. Faber-Castell heeft ook de rode lijn voor de kinderen. De blauwe lijn voor de hobbymatige kant. En de groene lijn is echt de kunstenaarskant. Dus hetzelfde is ook met papier. Dus heb je verschillende gradaties. Best is test ook zelf uit wat voor papier je zo fijn vindt. Iedereen heeft zo zijn eigen stijl. Eigen manier die wil werken met structuurtje zonder. Dus goede tip is, koop een paar velletjes, verschillende velletjes bij de kunstwinkel bij jou ergens in de buurt. En test uit wat je leuk vindt. En welk nummer van papier? Ik denk dan 200 grams. Want dat past er nog in mijn printer. Omdat ik hier die opdruk op geprint heb. Nu 107. Die hebben we toegevoegd. Pakken we nummer 115. En daar doen we ook nog heel lichtjes. Net een beetje een oranje tint. Hier zo aan de zijkant. Een beetje zo onder de snavel. Bij de schaduw. Nu ongeveer zo'nzelfde lichte laag gaan we er overheen doen. Kun je ook een beetje hier doen bij de zijkant van het oog. Hier dat een beetje meeloopt. Dat is ook echt het leuke aan aquarelpotloden. Lekker ook die kleuren over elkaar toevoegen. Dan loopt het al heel mooi in elkaar over. Dan gebruiken we nummer 126. Dat is ook de eerste kleur. Snavel. En die gebruiken we hier een klein beetje over dat gele. De kans hebben we een beetje zo'n rode kleur daaronder wat meeloopt. Dat is echt heel mooi om te zien. Ik heb ze nog nooit in het echt gezien eigenlijk. Ze stammen ook af, of ze stammen, ze komen uit dezelfde familie als de specht. Vandaar ook dus een beetje zo die lange snavelvorming. Nou, nu we deze drie kleuren hebben we dus bij elkaar gezet. Hoi Sammy. Leuk ook dat je weer meekijkt. We pakken weer ons waterpenseel erbij. En nu gaan we over dat gele heen. Een beetje zo naar het oranje toe. En dit stadium dan merk je wel dat je ietsje sneller door mag werken. Dus als je te lang wacht, dan zie je ook echt die overloopjes. Dan trek je het pigment niet zo heel mooi. Nou, je trekt het wel heel mooi uit, maar je ziet die aanzettingen nog. Dus we beginnen hier. Een beetje mooi zo over dat oranje heen. Dan zie je dat ook samensmelten. Ik ga ook een klein beetje zo over die streepjes heen die we al gezet hebben. Dan verdwijnen ze ook een beetje mooi daarin. En als je dus ietsjes knijpt, komt er dus meer water uit. Maar dit is al voldoende wat hier uitkomt zo. Dat trekken we zo door. En dan gaan we over het oranje gedeelte. En je ziet ook hoe mooi die kleuren zo samensmelten. Dat trekken we door naar beneden. Nu komen we bij het rode gedeelte. Ik doe eerst tot het gele. Zorg dat het nog een beetje nat is. Zodat deze tint nog een
klein beetje uitloopt door die natte rand die we net hebben gezet. Nou, je ziet het nog best wel glimmen. Fenna zegt, ik kreeg als advies Hannemühle watercolor paper van de kunstwinkel. Ja, zeker. Is ook heel erg fijn papier om mee te werken. Omdat ik op schut werk, hoeft dat niet te betekenen dat jullie dat ook moeten doen. En het is ook goed om inderdaad advies te vragen bij mensen in de winkel, want die weten er heel veel van af. Dus test het uit, maar test ook nog steeds verschillende papiertjes uit. Elk merk heeft zo weer zijn eigen kenmerken. We hebben deze nu geactiveerd. Dan gaan wij met nummer 199 gaan wij de binnenkant van de pupil gaan wij zwart maken. En hier doen we ook eerst een lichte laag. En wat we ook kunnen doen, is kunnen deze rand al heel voorzichtig ook zwart maken. Pas wel op dat je niet uitschiet naar het gele wat we net hebben geactiveerd. Want dan blijf je dus die strepen zien. En draai af en toe ook eventjes je potloodje. Dit is ook een wat smaller gedeelte. Dus dan haal ik mijn potlood ook weer ietsjes rechter op. Dan maak je meer gebruik van die scherpere punt. Dan pakken we weer ons waterpenseel. Dan gaan we deze pupil gaan we activeren. Beetje aan de zijkant. Begint hij echt steeds meer tot leven te komen. Hè? Laten we dit gedeelte laat ik nog eventjes zitten. Omdat het gele misschien nog een beetje nat is. Anders dan vloeit dat zwarte helemaal over in het gele gebied. Dat willen we niet. Ik pak nu de nummer 157. En ik ga hier van die, beetje een soort van driehoekjes inzetten. Ik zal iets meer inzoomen. Dit is nu ook, omdat we hier even meer gewacht hebben, is het ook droog. Dus als ik hier nu met mijn potlood overheen ga, dan kan je dat nog heel mooi wegvloeien. En ik maak kleine driehoekjes eigenlijk. Die komen zo een beetje naast elkaar. Zorg ook dat je een beetje met een boogje meetekent, omdat het meegaat met de snavel. Ik zet ze nog even ietsjes meer aan, iets meer pigment. En dan doen we er nog eentje naast. En we doen er ook nog een paar hieronder. Dus dan begin ik bij de derde. Klein driehoekje eronder. Hier ook.
Dan gaan we door. Naar nummer 110. Anita zegt, ik word heel zen van je rustige stem. Fijn om te horen. Lekker ontspannend meetekenen. Niet in slaap vallen. En dan pak ik de nummer 115, de oranje kleur. En die doen we hier nog een paar drukjes erbij. Het lijkt me ook wel heel mooi om het toe kan in het echte zien. Hieronder komen ook nog een paar en die pakken we weer de 110 erbij. Dus die blauwe van net. Daar doen we nog een paar zo eronder. Natuurlijk hebben we nu maar een uur de tijd om dit compleet te maken, maar hoe meer tijd je erin steekt, dus te meer lagen je kunt toevoegen. Dus als je thuis hiermee aan de slag gaat, neem ook gewoon lekker je tijd ervoor. Dan pak ik weer het waterpenseel erbij. En dan gaan we deze driehoekjes die we net gemaakt hebben, gaan we activeren. Gewoon heel licht zo eroverheen strijken. Dan zie je ook dat het geactiveerd wordt. Dus we hebben weer een extra kleurlaag eroverheen. Het is ook weer veel donkerder dan de kleurlaag die eronder zit. Dus springt het er heel mooi uit. Ik spoel hem weer even uit. Anders krijgen we die oranje kleur weer in de andere tinten. Dat willen we niet. Begin ik met deze hieronder. Gaan we lichtjes activeren. En je hoeft dus niet te knijpen, het water komt vanzelf. Ik veeg het weer af. En dan gaan we naar de donkere kant. En zo hebben we het dus geactiveerd. Als je toch een foutje hebt gemaakt, dan kan je nog even met water zo langs de zijkanten overheen. Dan kan je nog een klein beetje zo wegdeppen. En haal je die vorm weer een klein beetje terug. Daarom is het altijd handig om even een stukje tissue of keukenrol naast je te hebben liggen. Even kijken. Dit laten we nu weer eventjes drogen. Dan pak ik weer het zwarte potlood. De nummer 199. En daarmee vullen we deze toucan op. En het is best wel een groot vlak. Dus hou je potlood weer wat horizontaler. Zo die eerste kleurlaag aan te brengen. En draai ook steeds weer af en toe even je potlood bij. Blijf je scherp, schild weer slijpen. En ik maak ook kleine cirkelende bewegingen. Oh, ik zal even uitzoomen, anders zien jullie het niet. Ik maak kleine cirkelende bewegingen zoals jullie kunnen zien. En ik teken hem ook niet helemaal tot de rand. We gaan straks nog met de andere kleurtje die rand nog
eventjes doen, dat springt er dan net weer mooi uit. En dat is ook het leuke met aquarelpotloden. Je kan er heel snel mee werken. Het leuke als je bijvoorbeeld buiten iets wilt tekenen. Nou, je zet het op in mooie lijnen. Voeg je kleurtjes toe. En je activeert en het staat al op papier. Het is super fijn. Zo vullen we de hele toekan op. Tadaa. Dan pakken we weer kleurnummer. Even kijken, 157. Dat is de indigo. En daar doen we de buitenste rand nog een keertje mee aanzetten. Niet helemaal, maar gewoon alleen het randje eromheen. Dan krijg je net een mooie blauwe tint aan de buitenkant. En misschien ook wel leuk om ook nog met de 110, nummer 110, die ook nog een klein beetje, wordt die net iets frisser, een klein beetje pigment toe te voegen. En dat trekken we dan ook zo door naar beneden. Gaan we dit weer activeren met onze waterpenseel. Ik begin eerst met de zijkant van de snavel. Die vul je zo heel mooi en heel gemakkelijk op. Ik was altijd zo blij als ik die pigmenten geactiveerd zie. Zo'n mooi effect. Het is inderdaad echt iets heel magisch. Die staan. Dan gaan we dus het lichaam van de toekan doen. Let weer op, je moet wel ietsje sneller weer werken, anders dan droogt het al wat sneller op. Jullie hebben natuurlijk niet zo'n warme lamp hier op je gericht. Maar begin gewoon hier in deze hoek. En dan trek je het zo langzaam mee. Bij blauwe doe ik hem snel weer even afvegen. Ga ik weer naar het zwarte toe. En dat trek je dan zo helemaal door naar beneden. En dit is maar de eerste laag. Er komen nog een aantal lagen aan. Dus het maakt niet uit als er nog oneffenheden in zitten. Of als je het toch per ongeluk niet helemaal meetrekt. Komen toch nog lagen overheen. Nu zie je ook dat een beetje paarsige lijntje ook meegaat. En ik zeg wel, je moet wel wat sneller werken. Maar die vormen zo daarin hebben ook wel een beetje zijn charme, die oneffenheden. Ik strijk hem een beetje af. Gaan we door. Ik ga een klein beetje ook over het rode gedeelte heen. Je ziet, die toekan ook al echt veel meer naar voren komen.
En aquarelverf droogt altijd ietsjes lichter op dan je in eerste instantie denkt. En je kan nog met deze zwarte tint die je er nog in hebt zitten een klein beetje over dat rode heen. Veeg ik hem weer even af. Dan heb je niet zo'n harde overgang naar dat rode toe. Dan gaan we weer door. Zo, we hebben het allemaal bijna weer allemaal geactiveerd. Kijk eens even. Wat leuk is als je nog een klein beetje zwart dus in je waterpenseel hebt zitten. Doe nog een klein beetje schaduwtint hieronder bij het oog erin brengen. Het is nu ietsjes donker, dus ik strijk er weer even af en ik ga er weer heel lichtjes overheen. Met mijn waterpenseel om het weer ietsjes terug te dringen. Nu kunnen wij dus extra lagen hier aanbrengen. Ik pak weer de 115, de oranje kleur. En ik doe hier gewoon weer wat iets meer oranje toevoegen. Sommige gedeeltes toch nog eventjes iets meer naar voren te laten komen, iets meer contrast. En ik pak ook nog de 107. Dan gaan we toch nog iets meer geel toevoegen. Dit gedeelte wil ik een beetje wat lichter laten. Hier mag wel iets meer geel weer eroverheen. Niet te hard drukken, anders komt er weer heel veel pigment vanaf. Zo. Dan gaan we deze weer activeren met ons waterpenseel. Ik begin weer bij het gele. Trek je gewoon weer overheen. Je ziet dan ook meer dat er meer geel vanaf komt. En zo door naar het oranje. Dat net even iets krachtiger eruit te laten komen. Hebben we nu al die eerste kleurlaag gezet. Dus dit springt er dan ook weer net iets mooier uit. Laten we dit weer even drogen. Dan gaan we weer even focussen op de snavel. Hier mag ook wel iets meer kleur nog in. Ik vind vooral hier is hij nog best wel licht, helemaal nog wel iets doorgetrokken worden. Dus ik pak weer de nummer 126. En ik ga toch iets meer kleur nog in de snavel toevoegen. Deze blauwe hoekjes die we gemaakt hebben. Als we hier straks weer overheen gaan met het water, blijft dat nog heel goed zichtbaar. Zo kan je dus ook heel mooi verschillende lagen dus opbouwen. Nou, hier doen we iets meer pigment. Dat het nog even goed eruit gaat knallen. En ik doe hierboven ook nog wat meer. Zij mag wel wat meer doorlopen naar boven. Doe hier nog een klein beetje zo eroverheen. Dan pak ik de nummer 110, weer de blauwe. Wat we gaan doen is, we gaan dus hieronder deze, eigenlijk de onderkant van de snavel, geven iets meer schaduw zo.
meer onderscheid hebt tussen de bovenkant en de onderkant van de snavel. En dan ga ik ook nog eens met de nummer 157, ga ik daar ook nog overheen. En een klein beetje trek ik het door over het paarse. En gewoon nog een lichte laag overheen aanbrengen. Ik zei ook al dat hier ook nog wat meer groen ingebracht kan worden. Dus we pakken weer de nummer 171. En dan brengen we hier nog iets meer groene tint aan. Dat het niet alleen gelig is. En hier wil ik het geel nog ietsjes meer laten doortrekken. En zo kan je dus een beetje spelen van, waar kan ik nog een beetje kleur toevoegen? Misschien is dat wel leuk om te doen. Zo bouw je dat dus heel rustig en voorzichtig op. Even door. Pakken we weer het waterpenseel erbij. En gaan we de voorkant van de snavel gaan we dus activeren. Zorg wel dat je niet dicht bij die blauwe rand komt. Anders dan activeer je dat ook. Dit gedeelte. Even kijken. Ik kan niet heel goed zien, dus buiten beeld. Nou, het staat erop. Sorry. Ik zal daar iets beter op letten. We gaan het nu dus activeren met ons waterpenseel. Dus begin hier vooraan bij de snavel. Ik kan het gewoon over die donkere lijnen dus heen trekken. En ik spoel hem weer even af. En dan doe ik het hier net nog even bij die rand, dat die rand net ietsje zachter wordt. Dat je niet zo'n harde overgang krijgt. En dat kan je dus ook doen hier zo bij de bovenkant. Meer naar dat gele toe. Hier wil ik hem wel meer, iets meer ernaartoe trekken. Ik veeg het weer af. Begin bij het gele. En ik trek dat dus naar het rode toe. Hier doe ik nog met mijn waterpenseel dat het ietsje zachter overloopt. En we activeren dit gele gedeelte ook. Ook weer. Eventjes langs die rand, dat het ietsje zachter wordt. En dan ook nog bij dat groene gedeelte. Nu snap ik de strakke lijn in een aquarel. Dat lukte mij met verf nooit. Dat wordt snel minder scherp, zegt Gerdina van der Welen. Ja, dat klopt. Daarom is zijn aquarelpotloden ook een hele leuke toevoeging om samen juist ook met aquarel verf te werken. Het is echt perfect voor de details. Even kijken, Sieske zegt, kan je ook gewoon een gewoon penseel gebruiken met water? Ja, dat kan zeer zeker. Ik gebruik nu een waterpenseel om... Ja, dat het voor nu is gewoon makkelijk. Je kan ook een normaal penseel gebruiken met water. Dan heb je ook iets meer controle over hoeveel water eraan toegevoegd wordt. Dus dat is een hele goede om ook in te zetten. Mariska, nou, leuk dat je er sowieso bent. Je kan altijd nog terugkijken, dus dat is mooi. Gaan we nu de lijn in de bek gaan we activeren. Ik werk eventjes van deze kant af. Dus we gaan er weer rustig overheen. Niet al te veel heen en weer. Een beetje. Een strakke lijn. Ik kan wel een beetje over de onderkant zo. Dat het net iets meer zachter uitloopt. En zo hebben we alweer een
Kleine schaduwrand bij de onderkant van de bek. En het glimt natuurlijk ook heel erg veel, dus dat ik er water bij doe. Nou, zo wel weer schaduw toegevoegd. Dan gaan we even door naar terug naar pupil. Pakken we weer de nummer 199. Je ziet de kleuren, we hebben de eerste laag opgebracht. Dus we gaan in het pupil even een wat donker gedeelte aan de binnenkant aanbrengen. En doordat de zijkant dus lichter is, dus al heel mooi een licht-donker verschil. En dan springt die pupil echt uit. Je mag hier bij deze, hoef je niet per se meer met water eroverheen. Kan wel natuurlijk. Maar dan kan je dus iets harder drukken. Waardoor er iets meer pigment dus ook op je papier komt. En het zo op die manier echt eruit springt. Liesbeth zegt, kan je de eerste 5 werkboekjes ook nog terugvinden op de pagina? Lukt haar niet, ja? Alle linkjes die staan ook bij de evenementkopjes of onder de lives. Dus kijk daar vooral terug en de link is daar te vinden. En hopelijk lukt het dan wel. Zo niet, stuur even een persoonlijk berichtje. Dan kunnen we even kijken wat er aan de hand is. Of het even op een andere manier oppakken. Wat we gaan doen is we gaan deze zijkant, die gaan we ook nog wat donkerder maken. Zodat hij wat mooi naar voren komt. Ik doe dat alleen aan de linkerkant. Dus de rechterkant die vul ik even niet op. Zo, dus het vers wat ik in kan zoomen. Dus gewoon alleen aan de linkerkant. Iets donkerder maken. En we gaan ook de vacht weer... Of de vacht, de veren, verenvacht, gaan we ook weer een tweede laag zwart geven. Doe gewoon op dezelfde manier. Je kan een beetje meegaan ook met de vorm. We gaan het zo toch weer activeren. Maar toch een beetje hoe je die strepen zet. Ik ga dan niet het goed uitwrijven, waardoor je sommige pigmenten nog wel een beetje kan blijven zien. Die vullen we nog een keertje op. Ik denk dat deze livestream wel ietsjes langer kan gaan duren dan een uur. Als jullie daar geen tijd voor hebben, kijk het weer even terug dan. Tijd vliegt. Het gaat echt niet normaal snel. Zit je er net weer even lekker in? Deze vullen we weer op. En hier langs de zijkant doe ik weer met de 110. Doe toch nog even iets lichtere, frisse laag. Nog aan de zijkant. Dit gaan we dan weer activeren. Ik pak het waterpenseel. Hier bij de snavel beginnen we eerst. En ik doe het gewoon alleen heel zachtjes zo heen en weer. Niet helemaal tot het einde, maar alleen dat beginstukje dat iets meer donker te krijgen. Dan gaan we over de vacht, dus we gaan een beetje zo mee met de vorm. Je ziet ook, ik doe nu wat meer. Zo. Waardoor je dus nog wat lichtere streken ook nog eronder krijgt. Nou, zoals je ziet droogt alles ook weer ietsjes lichter op. Zo kan je dus nog meer laag toevoegen en echt die donkerte wat meer naar
boven halen. Maar van een afstandje ziet het alweer heel erg schattig uit. Dat is ook het leuke. Blijf ook lekker tekenen. Lekker experimenteren. Misschien kan jij wel iets super tofs met aquarelpotloden. Of verzin je een techniek wat gewoon nog helemaal niet bestaat. Daarom probeer gewoon zoveel mogelijk dingen ook uit voor jezelf. En soms is het eigenlijk ook wel goed om van links naar rechts te werken. Want anders dan zit je nu dus met je hand over het natte gedeelte heen. Dat is niet altijd handig. Ja, dat denk ik soms pas aan tijdens het proces. Nu hebben we alweer wat donkerdere laag gegeven. Wat we nu gaan doen, is we gaan ons nu richten op de achtergrond. Ik heb hier wel een klein rood vlekje, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. We pakken de nummer 163. En daarmee gaan we eigenlijk het gedeelte om de toekan. Eigenlijk hoeft niet zo heel donker, maar gewoon ook weer heel lichtjes wat pigment toevoegen. En dit wisselen wij ook af met potlood nummer 157, de Dark Indigo. Dus af en toe een klein beetje donker gedeelte erbij. En dat doen we dus voor de ruimte zo eromheen. Het hoeft helemaal niet secuur, je mag gewoon zo een beetje zo aanbrengen. Dat we een beetje pigment hebben om straks te verspreiden. Nou is het wel zo, wij gaan straks best wel wat water gebruiken. En zoals jullie zien, heb ik het papier niet opgespannen. Ik heb jullie in de eerste introductie van aquarel laten zien hoe je aquarelpapier moet opspannen. Jullie gaan straks ook wel zien waarom het fijn is om je papier op te spannen. Omdat wij straks best wel wat water gaan gebruiken, kan het papier dus best wel gaan bobbelen. Omdat het een achtergrond is, mag het van mij wel een beetje bobbelen, dat de pigmenten zo'n beetje gaan vloeien. Maar als je dat niet wil, en het pigment echt op die plek moet opdrogen, dan raad ik aan, span je papier op. En dat kan je terugzien in de introductie van de aquarelpotloden. Sammy, fijne avond. Renate vraagt, als je er weer overheen gaat, moet het papier dan eerst droog zijn? Nou, wat ik ook zei, als het papier dus nog nat is, dan... En je gaat er met je potlood dus overheen. Dan krijg je dus van die strepen. En die blijf je dus wel zien. Die veeg je niet zo snel meer weg. Dus ik raad altijd aan het papier wel eerst goed op te laten drogen. Als je met je kwast er overheen gaat. En je brengt nog wat pigmenten op je kwast. En dan gaat erin. Dan vloeit het nog heel mooi over als het nat is. Dan kan je wel hele leuke effectjes mee krijgen. En zijn er ook nog verschillende diktes van penselen van Lilianne? Bij Faber-Castell hebben we maar één verschillende dikte. En dat is deze, de M. En ja, meer hebben wij op het moment niet. Misschien in de toekomst, hopelijk. Wat we nu gaan doen, is we gaan deze gedeeltes even per stukje activeren. En hou daarbij ook je radeermes bij de hand. En de twee potloden die we net gebruikt hebben. Dat is de nummer 163. En de nummer 157. En dit is heel erg leuk als je achtergrondjes erin wil zetten. Ja, er zijn verschillende diktes van waterpenselen. Andere merk, maar van Faber-Castell hebben wij één verschillende dikte. En je kan hier ook heel dun mee. Of toch die goede dikke streken mee neerzetten. Dus voor mij is deze eigenlijk al ruim voldoende.
meer dan voldoende. Ik knijp er nu wel ietsjes meer in, zodat het papier nu wel dus wat vochtiger wordt. En we doen dit eventjes in kleine gedeeltes. Dus ik stop even hier onder de snavel. Het is nog goed nat. En wat we dan gaan doen, is met het radeermes gaan we pigmenten eraf schrapen. En dat komt dus op het natte vlak. Of nog vochtig, als het nog vochtig is. En dat vloeit dan een beetje mooi over. Zo met de achtergrond. Dus kan je dat een beetje afwisselen. Ga weer door naar het volgende stuk. Ja, je kan voor de achtergrond een groter penseel gebruiken. Maar omdat ik dus nog pigmenten eraf schraap, wil ik niet dat alles al heel snel opdroogt. Vandaar dat ik dus met een kleiner penseel eerst kleinere gedeeltes nat maak. Zodat ik dus nog die pigmentvlokken zo nog erin kan zetten. Hoe meer je bij de zijkant komt ook, kan je je kwastje even iets meer water laten geven. En dan vloeit het nog zo mooi naar de zijkant. Dus zorgen dat het goed nat is. En weer met je radeermesje pigment losschrapen. En zo heb je dus een leuke achtergrond met een achtergrondkleur. En ook verschillende kleuraccenten erin. Nou, gaan we nog even door. En als ik dit dus met een grote penseel zou doen, dan heb je, zie je, ga ik er net overheen. Kan je nog snel even wegdeppen. Zie je niks meer van. Maar als ik dit dus met een groot penseel zou doen, dan zou het water wel iets sneller opdrogen. En dan bereik je dit effect dus niet overal. En zoals ik al zei, er zijn heel veel verschillende manieren om deze toucan uiteindelijk bijvoorbeeld in te kleuren. Dus experimenteer ermee als jij alleen maar hele felle kleurtjes wil gebruiken. Hoeft helemaal niet natuurgetrouw te zijn. Dan kan dat natuurlijk. Laat maar zien hoe het er dan uit komt te zien. En het laatste gedeelte. Weer precies hetzelfde. Omdat het nog nat is, blijft dat pigment ook weer eraan plakken. Daarom is het ook goed dat dit niet echt nat is. Dan zat je al die pigmentstukken eroverheen. En wat ook leuk is om te doen. Je kan dus met deze penseel, zou je deze pigmenten nog een klein beetje kunnen activeren. Zodat je weer een ander soort van achtergrondje daarin krijgt. Als je het net weer even iets donkerder wil maken. Iets meer water eroverheen. Vloeit het wat meer uit. Maar nu zie je ook dat papier dus, hoe meer water je gebruikt, des te meer het ook gaat bobbelen. Zo kan je nog net even een special effect zo eraan geven. En heb je zo een heel leuk achtergrondje gecreëerd. Dit ook weer goed op laten drogen als je klaar bent. Je kan, als het droog is, kan je de achterkant nog een klein beetje vochtig maken. En het tussen twee zware boeken of iets laten opdrogen. Dan trekt het ook weer een beetje recht. Maar zo kan je dus heel leuk een achtergrondje toevoegen in je tekeningen. Wauw, in het kwadraat. Thanks. Even kijken, zo van de achtergrond. Ja, dat heb ik al gezegd. Even kijken. Even kijken. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje
zo de toekomst. Je kan zelf natuurlijk meerdere kleurlagen nog erin zetten. Het vacht nog wat donkerder maken bijvoorbeeld. En die schaduwrand onder bij die bek kan je nog ietsjes aanzetten. Maar we zijn alweer 5 minuten over tijd. Dat gaat snel, hè? Bert Schwork zegt, dag Nikki, met welk papier werk je het liefste als je met de Albrecht Dürer werkt? Ja, dat verschilt eigenlijk wel. Wat ik doe, als ik wat meer een structuurtje wil, pak ik de cold-pressed papiertjes. Die hebben wat meer structuur daarin zitten. En dat verschilt van verschillende merken van Schut. Ik ben best wel van Schut. Of even kijken. Die had ik vorige keer ook. Arches is ook heel erg fijn. Zoals deze. Deze heeft ook wat meer een structuurtje erin zitten. En dat is ook 100% katoen. Dus dat ziet er dan ook weer heel anders uit. Dus het verschilt eigenlijk een beetje wat ik wil maken. Ik ben verliefd. Wauw, erg gaaf. Superleuk. Nou ja, de avond is nog niet voorbij. Want we hebben nog één leuk ander nieuws voordat we gaan stoppen. Voordat ik er weer verder ga. en dat is, ik zei al, er zijn heel veel verschillende manieren om deze toekam bijvoorbeeld in te kleuren. En jij hebt misschien wel je eigen manier hoe dat er heel leuk uitziet. Dus we hebben een hele, hele toffe winactie. Niet allemaal schreeuwen tegelijk. Maar kijk eens even wat één van jullie zou kunnen winnen. Tun, tun, tun. Dat is deze mooie Albrecht Dürer kist. Ja, zeker. En deze kist, die maak je dus kans op. Als jij dus op jouw eigen manier deze toekan in je eigen stijl tekent of inkleurt samen met aquarelpotloden. Dus ik zou zeggen, neem lekker je tijd. Maak er een mooi werkje van. Wij doen weer een kleine aankondiging op onze Facebook. En daaronder kan je dus jouw tekeningen zetten. En wie weet, bij de volgende livestream, weet ik niet precies of dat bij de livestream wordt of dat we het anders gaan aankondigen. Maar dan horen jullie wie die gewonnen heeft. Bertus Workel zegt, ja, die papieren verkopen wij ook. Yes, supergoed. Ook een hele mooie en leuke winkel om even te bezoeken in Enschede. En ja, dat was het weer voor deze avond. En heel erg leuk om al je reacties te lezen. Dankjewel, weer bijgeleerd. Geelt Berthe, superleuk. Kijken, geen vragen meer. Anita, ga maar extra hard duimen. Jazeker. Nee, superleuk om jullie weer zo te zien. En super bedankt dat mams. Dank u wel. Dan wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. En dan over 2 weken gaan we aan de slag met de polychromos potloden. Dus dat is weer een heel ander avontuur waar we in gaan stappen. Dus ik zou zeggen, fijne avond. Ga lekker tekenen. Deel het sowieso met ons. Like en deel deze livestream als je het leuk hebt gevonden. En alvast een heel fijn weekend.